Dit zijn beelden van de negen straatjes. De negen straatjes in Amsterdam Centrum. Het paradijs voor de ware shopaholic. De negen straatjes, bekend om hun aparte winkeltjes. Maar tegenwoordig rukken ook hier de flagstores van de internationale merken op. En het grootkapitaal rukt ook op. Maar er zijn, godzijdank, de Heer is hij geprezen, de hemel zijn geloofd, ook nog kleine ondernemers die blijven vechten tegen deze commerciële uitverkoop. Winkels zoals bijvoorbeeld de internationale kunsthandel Boekie Boekie. Een winkel die na vele jaren nog steeds still going strong is en een huiskamer is geworden en een pleisterplaats voor de internationale kunstenaars die Amsterdam blijven zoeken of die in Amsterdam wonen. En ook is er de glaswerkplaats. De glaswerkplaats, een bescheiden winkeltje waar glas in lood wordt gemaakt. En kunstwerken en juwelen van glas worden gemaakt en verkocht. En ook nog schilderijen worden gehandeld. De glaswerkplaats, die door kenners van het retailgebeuren wordt aangemerkt als geheimtip, zoals de Duitsers dat zeggen. Een zaak die binnenkort wel eens in de top 20 van de meest opvallende winkels in Amsterdam zou kunnen gaan binnendringen. Dus er is nog hoop, er is nog leven in de negen straatjes, terwijl de verloedering aan de andere kant voortschrijdt. Het is maar, beste kijkers, dat u het weet.